Dan lopen we nu via New Orleans Square. Lopen we door richting Splash Mountain. Dan gaan we even kijken of we daar fastpasses voor kunnen pakken. En dan gaan we daarna in de Haunted Mansion. Althans, dat is het plan. Maar tot nu toe komen we bij alle attracties en is de wachttijd maar 5 minuten. Dus dat is ideaal. Ja, daar is die. Die kant op. We zijn hier inmiddels aangekomen bij de ingang van de Splash Mountain. Altijd een beetje een risicovolle attractie. Maar je kunt nat worden. Ze zeggen ook van je wordt nat. Ja, you will get wet, but you might get soaked. Oftewel, je zult nat worden. Maar je kunt dus ook helemaal doorweekt raken. Er zijn geen mensen die daar doen. Ja, dat klopt. We hebben al mensen zien lopen die waren helemaal doorweekt. Maar goed, het is nog maar 9:15 en er staat 5 minuten wachttijd. En anderzijds is het ook al hartstikke warm. Dus wat dat betreft, nou ja, goed. We gaan het wel zien. Het voordeel is wel dat ik met de camera toch niet vooraan ga zitten. Dus ik denk niet dat ik het pechvogel ben. Maar je weet het nooit. Nee, dat kun je niet zomaar stellen. Kevin gaat vooraan aan. Mooi. Hij biedt zichzelf aan, heerlijk. En we gaan hier in de Splash Mountain. Onze tweede Splash Mountain die we doen. Nadat we die van Orlando ook al gedaan hebben. Oh, wat een zon. Ah, dit valt nog mee. Een klein afdalingje. Hier, kijk, daar gaat hij. Kleintje. Niks aan de hand. Ja, het zegt dat maar niet aan. Nee. Ja, ze zijn voorin, zij is al een klein beetje bang. Voor die hele grote splash, die laatste. En ik hoop dat ik een beetje ongeschonden ermee wegkom. Hier is wel achter hun, maar ik weet het niet. Ah, dit is maar een kleintje. Everybody's got a laugh. Oh,
Dankjewel. Ja, je hebt mooie... Dit doe net te ben. Ik ben helemaal doorheen. Nee, Kevin, kijk eens. Kevin, kijk eens. Ja, daar was hem. Splashje. Beetje. Nee, is geen last van hoor. Zippity-dee. Zo eventjes kijken wat het resultaat is van de grote afdaling. Maar ik moet eerlijk zeggen, het valt reuze mee. Kijk nog eens een keer zo. Nee. Kevin, kijk nog eens een keer zo. Zo. Zien wat de schade is. Kijk dan. Ah, er komt niks uit. Draai zo. Ga je staan. En dit. Van jou, je broek. Ja. Ja, beetje. Volgende keer moeten jullie voorin, goed? Ja. Volgende keer ga ik voorin. Mag er nog aan toekomen. Oké, okay, nou dan gaan we nu vanaf de Splash Mountain, waarbij ik zo ongeveer geheel ongeschonden uitgekomen ben. Gaan we door naar de Haunted Mansion. Die zit hier in de buurt. En ja, de wachttijden zijn nog steeds kort, dus die gaan we doen. We zijn hier aangekomen bij de Haunted Mansion. En de wachttijd bedraagt op dit moment 13 minuten, hadden we gezien. Het is wel ontzettend handig, die app. Zie je dat? Klopt ook precies. 13 minuten. Dus daar gaan we natuurlijk in. Het is wel echt een hele mooie houtend mensje dit. Wat ik mij kan herinneren. Volgens mij was... Heb je de Splash Mountain ook wel gedaan, Michael? Nee. Volgens mij was dit wel de meest indrukwekkende Haunted Mansion die ik heb gezien. Dat niet toe. Your cadaverous pallor betrays an aura of foreboding. Almost as though you sense a disquieting metamorphosis. This chamber has no windows and no doors. Which offers you this chilling challenge. To find a way out. Of course, there's always my way.
me sterk vergissen, maar ik denk dat we nog nooit zoveel attracties in zo'n korte tijd gedaan hebben. Nee, of wel? Nee. Maar goed, dat gaat hartstikke mooi dus. Dan gaan we eventjes kijken waar we nu weer naartoe gaan. We zijn inmiddels hier doorgelopen naar de Jungle Cruise. Die heb je ook in Orlando. Maar zijn we nog nooit eerder in geweest, op een of andere manier. Dus die gaan we hier nu voor het eerst in het echt zien. Dan zie je maar weer wat er gebeurt als je een beetje laat leiden. Dit is helemaal geen Jungle Cruise, maar dit is Indiana Jones. Hierna gaan we naar Jungle Cruise. Ik was eventjes niet goed aan het opletten, maar dit is dus de Indiana Jones attraction. Ah, Michael, het gaat ook zo snel, je kunt er niet meer bij. Nee, dat is waar. Dat is waar. Jongen, jongen, ideaal hoor. Ja, omdat je zo vroeg begint. Ja. Gaat gewoon heel snel. En de loopafstanden zijn hier wat korter, hè? Ja. Tussen de attracties. Eigenlijk is dat al prettig. Om eerlijk te zijn. Zeker zo in de morgen dat je nog niet heel veel loopt. En dat je al helemaal kapot bent. Nee, dit gaat geweldig. Timeless.